Goedemorgen, mijn rode rakker. Hello. Hela. Hola. Hé, kereltje. Oh, gosje toch. Hé, ja, dat is wel lekker, hè, kroelen. Ja, lieve vrienden, een hele goede morgen. Ja, de kraan die loopt. Even mijn kopje afwassen. Ik zal jullie goed zetten, zo. En stenen zoals ik al was. Maar goedemorgen. Het is maandagmorgen. Het is 5 maart. Het is 10:38. Zometeen komt weer mijn mannelijke begeleider. En weer er tegenaan. Dingen weer een plekje geven in mijn hoofd. Ja. Weer een heel jaar tegemoet. Kijken wat het jaar ons brengen zal. Maar dat komt vast wel goed, hè? Ja, zeker weten. En dat, ik weet het ook zo eventjes niet. Dan alleen nog, momenteel, dat ik zin in koffie heb. Ja, wie niet, hè? Zo. De diertjes zijn allemaal weer binnen. Ik heb al buiten gehad, tenminste 2 van de 4. Ik ben zelf al buiten geweest. Even de tuin opgeruimd. Dat ook iedere dag gedaan worden. Daar ik mijn hondje niet uit kan laten. Want dat moet ik mee trainen, maar daar is het weer niet naar. En andere mensen die zouden dat iedere dag kunnen doen, maar ik kan dat niet. Nee, dat lukt mij niet. Maar ik heb een tuigje voor, want hij trekt zo. Hij trekt als een tierenlier. In huis begint het al, dan wordt hij hectisch tot de met. Dan moet ik ook eigenlijk binnenkort mee trainen. Dan moet ik zijn halsband en alles hier in huis, in de kamer even leggen. Al is het eerst voor 5 minuten. En dan hem negeren en daarna gewoon weer opruimen en dat steeds opbouwen, langer. Totdat hij ook rustig blijft en dan eens een keertje proberen weg te gaan. Ja. Dus ja, dat wordt een hele heisa natuurlijk, hè. Want dat trekt echt op zijn tierenleer. Nou, dat trekt mij ons te boven, dat gaat niet. Vroeger had hij daar kans niet voor, maar ik kan dat niet meer, hè. Nee, ik loop met een stok, dus ja, dat gaat het zo moeilijk. En naast de booster, nou, en op de booster wil hij niet zitten. Maar naast de booster, nou, hij trekt als een gek. Nou, en daardoor is hij een keer eerst door zijn ene achterpoot gegaan. De kruisbanden waren overrekt. Dat was bijna genezen. Ging hij door de andere achterpoot. Ook zijn kruisbanden. Maar die waren heel erg overrekt. Dat hij mag eigenlijk van de dierenarts niet op schuine taluten lopen. Hij mag in principe niet rennen. Hij mag in principe niet springen. Hij mag in principe geen trap lopen. Ja, dat doet hij nou iedere avond en iedere ochtend. Maar ja. Tot op heden gaat het allemaal goed met mijn hondje. Ja. Het is chronisch, daarom het is iets wat terugkerend kan zijn. Maar in ieder geval, tot een tijde gaat dat allemaal goed. Zolang ik hem wat rustig hou. Dus ja, we zullen het straks wanneer de temperaturen voor mij beter zijn, dat ik geen handschoenen meer nodig heb, gaan we ermee beginnen. Dus we zullen het beleven. Ik ga nu even een bakje koffie maken en een broodje maken, want ik heb zin in wat. Ik heb nog niet gegeten. Dus, ik zou zeggen, tot strakjes. En nou zit ons meisje voor het raam. Hé? Ja nou? Ja. Wijfie. Nou ja, ik ben dus weer alleen. Mijn mannelijke begeleider, die is weer weg. Ja, die had niet veel te doen. Nee, we hebben gewoon even wat zitten te praten. Gewoon even een keer geprobeerd een beetje gezellig te zijn en te doen. Ja, moet ook een keertje kunnen. Maar ik ga dan weer verder. Ik heb nou een bakje koffie staan.
Maar dat is dan nog heet. Ik ga even aan het werk in die kast daar. Dat is een trapskast. Dat hebben jullie ook al een blik in kunnen werpen. Want er hangen tasjes en ik wil eens weten wat er allemaal in die tasjes zit. Ja, ik niet, dat moet ik nog eens even allemaal bekijken. Ik ben op zoek naar spullen, wat van mijn man is geweest. En wat ik misschien kan gebruiken voor de spiegels. Ja. Oh, zit je nou weer daar? Ook goed. Dus daar ga ik nou mee aan de gang. Kijken wat dat allemaal is. Kan het opgeruimd worden, dan ruim ik het op. Kan het weggegooid worden, gooi ik het weg. Kan ik het gebruiken, ga ik het gebruiken. Zo is dat. Dus lieve vrienden, tot later deze dag. En geniet ervan, het is prachtig mooi weer. Ja, en het is ook niet zo koud als het geweest is. Tot later. Ja, lieve vrienden, en zo zien jullie het. Ik ben weer met een spiegel begonnen, de laatste ronde. Met een bloemetje erop, maar er komt ook weer bling bling bij. Ja, het eerste kraaltje zit. Dus ja, ik laat dit eventjes zo voor wat het is. En ik ga eventjes een bakje koffie maken. Heb ik wel weer verdiend, want dat was een heel geheis. Dat wou niet lijmen. Wat voor lijm ik ook gebruikte, het wou niet. Nou zit het toch aardig een klein beetje. Het moet nog echt goed doordrogen. Maar zoals die kralenbol, dat lijmt zomaar. Het is even vasthoudend zit. Ja, hoe is het mogelijk? Dus ik ben al een tijdje bezig, ik had al met die bloemetjes. Maar ja, het zit en ik vind het leuk, ja. Dus nou ga ik eens kraaltjes erop zetten. Ja, is ook weer eens wat anders, toch? Nou, ik hou jullie lekker op de hoogte. Tot strakjes. Ach, wat lief zijn jullie toch weer, hè. Oh, wat zijn we toch weer lief. Ja, jullie zijn lief, hè? Oh, gosje. Oh, gosje dan. Hé? Is hondje lief, meisje? Oh, gosje dan. Oh, zo schattig. Ja, wat deed ze? Hé, wat deed ze dan, man? Hé, was je lief? Ja, hè? Ja, lieve vrienden, dat was toch lief of niet dan? Vond ik zo lief, dat wou ik jullie even toch mee laten genieten. Hé? Hé. Meisje, ons prinsesje. Zo, koek. Moet je niks zeggen. Hebben we geen verhaaltjes? Geen verhaaltjes tijd? Nee, geen verhaaltjes tijd, meisje. Nou, hoeft ook niet altijd, hoor. Ja, waar ben jij, kerel? Oh, is jij daar? Waar is je bal? Jouw bal, die hadden we opgepakt. Gaan we even zoeken, kom maar. Kom maar naar de keuken. Kom dan, hier is je bal. Hier is je bal. Oh, hij is nog niet open. Even openmaken. Waar is de opening? Zo, nou is die open. Hop. Ah, er zit in. Hij rammelde dus. Pak hem aan. Pak hem. Oh, 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 oh. Pak hem. Pak hem. Pak hem. Pak hem dan. Pak hem dan. Pak de bal. Pak de bal. Hoef je kont niet te zien, hoor, hé. Hey. Mallet.
Ja, pak het dan. Pak het. Ja, pak het maar. Gekkie. Wat doe dan? Doe dan. Pak het. Dan ballet. Ben je toch niet wakker van dat ding? Hoe vond je wat? Oh, hij vond wat. Oei, oei, oei. Hé, man. Nou, daar geniet je toch van, zoiets. Ja, daar genieten we van. Ja, vrouwtje, gaat hem wel weer pakken, hoor. Zo. Zit nog steeds in. Ja, leg je weer in een hoek waar je niet bij kan, hè? Oh, wat je dikke doosje. Pak je dan. Nou, hij had er weer een. Geweldig. Heel geweldig, man. Nou, oké, lieve vrienden, ik stop er weer mee. Tot later. Ben je helemaal aan het doen, meis? Geweldig. Geweldig vrienden dit. Dat doet zij niet vaak. Nee. Dat is zeer zeldzaam. Waar ligt hij? Daar heel. Hopie de hopie. En meis? Lekker aan het spelen. Hé? Ja. Wijfie. Ja, lieve vrienden. En weer een spiegel klaar, hè? Ik ben er weer helemaal blij mee. Ja, hij is super gelukt. Een bosje bloemen erbovenop met een vlindertje erbij.
En kraaltjes rondom, goud en roze. En dan vier van elk enkeltje. Ja, helaas, de fabriek. Die heb grote en kleintjes door elkaar heen gedaan. Ja, en dan als je dat allemaal uit moet zoeken, nou, dat is een gepuzzel. Want het is allemaal verschillende grootte. Maar ik ben er in ieder geval blij mee met het resultaat. Dat ja, jullie kunnen hem kopen, tenminste, kunnen een spiegel kopen met jullie eigen wensen. Ja, dus deze is voor een ander. Dus zo van die doende. Je bent toch lief? Ja toch? Ja, is lief. Hij is lief, ja, zeker weten. Maar bij deze sluit ik dan ook gelijk af en dan wens ik iedereen een hele gezonde nachtrust toe. Met Gods zegen en de leuke dingen, geniet ervan. Maak geen ruzie, scheld geen andere mensen uit voor weet ik veel wat. Wens ook anderen niet de dood in. Wat mij dus wel is overkomen, en dat vind ik al heel erg, dat terwijl net mijn man een jaar weg is, is het mij overkomen. En weliswaar op mijn eigen kanaal. Je bent bij mij te gast, dus hou je dan in. En wil je alsnog grof wezen, doe dan op je eigen kanaal en niet bij mij. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet van elkaar en... welterusten, slaap lekker met mooie dromen. God zegen en we zien elkaar aan de andere kant van de nacht. Doeg, doeg.